Veelal zoeken mensen naar een compromis en stellen zich daarmee tevreden. Dat is een aanvaardbare oplossing, maar dat is een oplossing waarbij elk van beide partijen verliest. Als arbeidspsycholoog en met meer dan 20 jaar personeelszakenervaring kan ik de belangen van werkgever en werknemer goed inschatten. En het is mijn ervaring dat werknemers veel vertrouwen hebben in iemand als ik. Ik ben ook verbonden aan beroepsgeheim. Dat maakt het zoeken naar oplossingen, die constructief zijn, makkelijker. Ik ben er niet enkel om bestaande problemen op te lossen. Ik zorg er ook voor dat knelpunten niet blijven bestaan of zich zeker niet verder evolueren tot problemen. Wat een bedrijf en wat mensen veel ellende bespaart. En de sterkte is om dan niet zozeer u te focussen op het probleem, maar te kijken naar oplossingen, naar mogelijkheden, naar opportuniteiten. Ik informeer werkgevers degelijk en ben bij het ganse traject beschikbaar. En zo help ik werkgevers om bijvoorbeeld het ontslag voor te bereiden. En ook bied ik mij aan om tijdens het gesprek aanwezig te zijn. Meteen kunnen er dan ook afspraken gemaakt worden naar de verdere toekomst. Dat zorgt ervoor dat de werknemer een zicht krijgt op zijn toekomst, een blik vooruit in plaats van te lang naar het verleden te blijven kijken. Ik ben Walter van de Pirre van Agenel Services. Agenel Services staat voor haven en logistiek. Wij laaien en wij lossen containers op de locaties van onze klanten. De Paul is mij aangewezen geweest via, met de expertise die hij heeft, met het netwerk dat hij heeft, zag dat er wel goed uit. En op een bepaald moment zijn we in een situatie gekomen dat ik zoiets had van misschien moet ik de Paul er eens voor inschakelen. En we hebben elkaar wel gevonden om dat op te zetten. Op een zeer, zeer simplistische manier. Belangrijk was dat de betrokken medewerker zich erin kon vinden. En ik heb de Paul wat dat betreft laten doen. En die man die vertrouwde de Paul. En dan hebben ze een traject opgezet. En ik kan alleen maar zeggen dat is zeer positief verlopen in de zin van. Die man heeft zijn ontslag ingediend en die is. À la minuut op een ander bedrijf kunnen beginnen waar dat de Paul dan voor bemiddeld had. En intussen is dat 2 of 3 jaar geleden en die man is nog altijd bij dat bedrijf aan de slag. Dus voor die jongen is dat goed, voor ons was dat een goede oplossing en de Paul heeft er dus gewoon een referentie bij. Ja, ik heb hem leren kennen via mijn huisarts die mij 3 jaar geleden doorverwezen heeft naar Paul omdat ik toen midden in een burn-out zat. En in eerste instantie dacht ik dat ik daar zelf uit raakte, maar het was dan toch beter om hulp in te roepen en via Paul ben ik daar dan ook in geslaagd. Ook. Nadat ik stilgestaan heb, ben ik gaan kijken van oké, wat wil ik echt? En ben ik toen eigenlijk tot de slotsom gekomen van dan wil ik eigenlijk niet meer terug mijn vorige functie bij mijn vorige werkgever opnemen. Wat voor mij een hele grote stap was, want ik heb daar 16 jaar met heel veel passie en plezier gedaan. Maar ook daar heeft Paul mij in begeleid om in gesprek te gaan met de werkgever, om dat dan ook samen tot een goed einde te brengen, waar dat beide partijen zich konden in vinden. En dan heb ik van daaruit inderdaad de sprong gewaagd om op eigen benen te gaan staan. Ik ben dokter Van Tulder. Het grootste pluspunt, denk ik, van Paul is dat hij samen gaat zoeken met de patiënt naar een oplossing, met de werkgever gaat praten om te zien wat de mogelijkheden zijn om de patiënt op een zekere, vlotte manier terug in zijn werkomgeving te krijgen. En dat is toch wel iets unieks, denk ik. Het is toch wel gebleken dat hoe langer dat de patiënt thuis is, hoe meer de binding met het bedrijf verdwijnt. Voilà, ik denk dat dat de sterkste is van Paul, dat hij ten eerste probeert via een spontane manier te weten te komen wat de problemen van de patiënt zijn. En ten tweede dat hij toch sterk naar de werkgever toe ook oplossingen zoekt samen met de patiënt om de patiënt zo snel mogelijk terug aan zijn werk te krijgen.